weer in Huesca. Maar Spanje is vrij deprimerend. Hier boven het stadion, El Alcoraz, is een flinke regenbui losgebarsten. Maar gelukkig wordt hij straks afgeklapt. Voor een hopelijk opbeurende wedstrijd. Voor het commentaar bij deze wedstrijd kunt u vandaag, ja vandaag, eigenlijk altijd, of we moeten overschakelen naar het Engelsman, maar doet het maar niet, bij ons is het veel leuker. U kunt luisteren naar Jeroen Gutter en mijzelf, Siert de Vos. We verwachten heel veel van deze wedstrijd. Deze wedstrijd moet je gewoon zien. Ik denk dat we 90 interessante minuten tegemoet gaan, Siert. Hopelijk krijgen de jonkies ook een kans om hun kunsten te laten zien. Vandaag is door de coach gekozen voor deze opstelling. Ze hebben een traditionele 4-4-2 gekozen vandaag. Ja, Jeroen, waarom zie je dit zo zelden bij Nederlandse ploegen? Nou, hier trainen we de jeugd vooral op technieken. En dat komt beter uit de verf bij 4-3-3 bijvoorbeeld. De opstelling van de tegenstander. Een aanvallende 4-5-1, Jeroen. Ja, maar wel met twee middenvelders dicht bij de spits. We hebben afgetrapt. Eens kijken wat er gaat gebeuren. Misschien niet zo slim om met die blessure verder te spelen. Die bal kreeg niet genoeg richting mee. Hobbelt dus over de zijlijn. Goed gereageerd, zeg. En daarmee heeft hij die paas onderschept. De doelman verdedigt zijn doel. Maar daar is hij voor, hè? Hoekschop komt midden in de 16 terecht. Een routineklusje voor de doelman. Dit schot. Op weg naar het doel nu. Maar het balbezit gaat over naar de tegenstander. Nog steeds met de bal aan de voet. Iets meer nauwkeurigheid was het wel een doelpunt geweest. Nou, dan komt de tegenstander goed weg, hoor. Fletcher. Nog steeds aan de bal. De toeschouwers roepen nu om een schot. Zonder enige druk. Balletje voor de keeper. Ze hebben een mochila verde al lado de la tienda del estadio. Que su dueño acuda a objetos perdidos. Por favor. Wordt in de 16 gegeven. Met twee vingers in de neus gered. Dat is toch knap, hoor. Want dan kun je dat maar met één hand doen, dus. Fletcher.
Hij maakt de actie en verovert de bal. Ja, hij heeft de bal nog wel, maar hij lijkt geblesseerd. Hij schiet. Schot wordt goed geblokt. Ik zie hier mogelijkheden voor een counter. Zien zij ze ook. Wordt weggewerkt. Een keihard schot. Maar het doel staat toch een andere gemeente. Dat kwam echt niet in de buurt. Hij zit er goed bovenop. De scheidsrechter fluit niet, het is voordeel. Fletcher. Hier lijkt een goede mogelijkheid aan te komen. Behoorlijk ver naast hoor, deze bal. Zoals deze statistiek al aantonen, creëren ze gewoon niet genoeg, zie het. Je merkt het ook aan de frustratie onder hun supporters. Het tempo moet omhoog en ze moeten gewoon beter gebruik maken van de ruimte op de vleugels. Maar toch in balbezit. En wie weet, kunnen ze er iets mee doen. Pak het dan voor de voorsprong. Boom, goal. De 0-0 is van het bord. Moet je nou toch kijken, Siert. Hoe hij de bal raakt. Wat een knal. Ja, dit is een dodelijke combinatie van richting en van kracht. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Hij oogt niet meer zo fris en lijkt geblesseerd. Ze wegen hun mogelijkheden af en bouwen op. Ah, wat een mooie zin. En die zit erin. Twee doelpunten kort na elkaar. En ze zitten op rozen. Au, au, au. Die toorn, hè? Nee, hier was geen redder meer aan voor de doelman. Als een speler op zo'n positie de bal krijgt, ja, dan is het bijna een garantie dat er wordt gescoord. Hij heeft toch behoorlijk veel last hoor, kijk maar. Ze veroveren de bal weer. Steeds iets verder. Deze kan erin. Nou, niks te klagen hier over die redding. De doelman blijft gefocust en duikt op het juiste moment. Bal komt voor in het 16 meter gebied. Hij werkt de bal net op tijd weg. Ja, die leek erin te gaan. Wat een geweldige verdedigende actie. Magnifiek. Veel te makkelijk de bal verspeeld. Dan zijn belager hier afschuiven. Hij moet scoren nu. Hij keert de bal knap.
De eerste helft zit erop. De spelers gaan rusten. Ze heeft het fluitsignaal alweer gegeven. De tweede helft nu. En die voorzet kwam niet voorbij de verdediger. Hij onderschept die bal. Hij ging er goed in, alleen is het nu wel een inworp. En dan trek je naar binnen. Nee, dat is een bal van niks. Het is duidelijk dat hij last heeft van een blessure. Ze komen opnieuw in balbezit. Ze bouwen op en zoeken naar mogelijkheden. Fletcher. Gaan we nu een counteraanval zien? Ja, hij heeft de bal nog wel, maar hij lijkt geblesseerd. Paas onderscheppen. Dat had een kans kunnen worden. Blijven staan voor die bal. Mooie onderschepping. Heeft de bal, maar lijkt ergens last van te hebben. En daar is ruimte op de vleugel. Tweede paal. Goeie redding, zeg. Een enorme redding was dat. En een mooie kans op de score, hoor. Daarna in eerste instantie weet hij de bal niet klem vast te pakken. Hè? Maar nu heeft de keeper de bal dan toch. Wie roept deze dribbel een halt toe? Eenvoudige ingreep. De voorzet was een makkelijke prooi voor de keeper. Er zijn nog 20 minuten speeltijd over, de laatste fase. Die bouwt op en komt in de buurt van het andere doel. Blokkeert die bal. Beide teams gaan wisselen. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. De tegenstander werkt hem weg. Hij laat zijn tegenstander achter zich. Nou, mag het ietsje piek. Die bal mag erin. Redding, spel gaat verder. Dat is een corner. Dan kan de speler van de bank proberen indruk te maken. Voor het doel gebracht.
Hoe weet hij die bal nog te keren? Wat een redding! Fantastische reactie. Flitsend. Maar het was een gevaarlijke kopbal. We gaan wisselen. Komt de hoekschop in het midden. Oei, de verdediging heeft hier grote moeite mee. Nou, dat is ook weer opgelost. Hij gaat schieten. Nou, gekeerd door de keeper. Hoekschop komt voor. De scheidsrechter denkt het goed te hebben. Buitenspel. We hebben nog 9 minuten te gaan. Balverlies. Ja, en dat komt echt door die paas. Ruud Larsen. Hij krijgt hulp. Nee, daar komt de tegenstander alweer in balbezit. Ze hebben hem nog niet kunnen afstoppen hier. Kan er zomaar in. Weg met die bal, denkt hij. Palmer. Ze raken hem kwijt. 3 minuten blessuretijd wordt erbij geteld. In deze ruimte. Voorzet in het strafschopgebied. Dat oogde gevaarlijk, maar ze hebben het opgelost. En met dat fluitsignaal komt deze wedstrijd tot een einde. De thuisploeg wint. Ja, en wat een lekkere wedstrijd is hier gespeeld, dat zie je. Een duidelijke overwinning, maar het belangrijkste is, hij komt voort uit goed spel. En dat mag gevierd worden. Dat gelijkspel was dan niet spectaculair, maar hij was echt op dreef vandaag. Geweldig om te zien. Ik vond hem heel sterk vandaag. Hij maakte 2 goals en ja, dan heb je natuurlijk een cruciaal effect op de uitslag.